Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, maar we zijn lekker buiten. We zitten in de buitenzaal van Theater On Stage. U weet, een hele bekende theater waar er echt een heleboel talent hier is ontdekt. En hele leuke dingen gebeuren hier in dit theater. En ik denk dat het vandaag ook een heel leuk gesprek gaat worden met niemand anders dan Winston Adaba. Hij is heel bekend hoor. Van welke dansgroep als eerst? Ik ben van de Mysticals. Mysticals. En van dansgroep Bio on Hero. En dansgroep Bio on Hero. Nou, welkom in gesprek met. Dankjewel, dank. Winston, wie is Winston Adaba? Vertel ons een beetje over jezelf. Zo, oké, waar kan ik beginnen? Winston Adaba is heel veel. En is een jongeman, 27-jarige jongeman. Ik ben van huis uit danser. Ik ben alsnog jeugdparlementariër van Paramaribo. Totdat er nieuwe verkiezingen zijn dan. Oh. Ja, daar ben ik er vanaf. Ik ben ondernemer. Ik ben onlangs afgestudeerd. Ik bekleed de functie als ingenieur. Of de titel als ingenieur. Dankjewel, dankjewel. ja, dat zo'n beetje. Ja, ja. Jij bent danser, zeg je. Dat is het dat je doet. Jawel, dus ik ben van huis uit danser. Zijn, ja, precies, danser. Ik ben dansdocent bij dansschool The Mysticals. En medeoprichter van dansschool Be Your Own Hero, waar ik ook zelfs dansdocent ben. Okay. En onlangs ben ik begonnen met mijn eigen privé dansgroep. En dat heet Afriki, waar ik alleen Afro-Surinaamse dans aan jongeren en volwassenen leer. Heel leuk, heel leuk. Vanaf wanneer wist je dat je kon dansen? Hoe oud was je? Ik was 9 jaar toen ik begon met dansen. Zal ik vertellen hoe het begon? Ja, vertel me hoe het begon. Het was zo dat mijn broers, toen de tijd de Mysticals waren, mijn broers en hun vrienden, dus de buurjongens, jongens van de omgeving. En men zegt, je omgeving heeft heel veel invloed op je. En dat was bij mij zeker het geval. Want ik hield niet van dansen. Maar omdat ik zo voor mijn neus gebeurde, raakte ik geïnspireerd. En het begon in het jaar 2004. Toen de New Generation of the Mysticals in leven werd geroepen door mijn broers en de vrienden. De oude leden van de Mysticals. En vanaf toen, ja, tot heden zijn we bezig. En nu, je bent steeds verder gegaan, hè? Ja, zeker. Ik heb zoiets van, het is mij aangeleerd. Waarom zou ik het niet verder kunnen aanleren aan degene die dat leuk vinden? Mm-hmm. Ja. Ja. En het is een mooi ding dat je daar zegt dat jouw buurt of je omgeving invloed heeft op je. Hè? Want soms kan het negatieve dingen zijn en toch pik je het positieve eruit. Je hebt er iets goeds van gemaakt. Ik was ook niet in een makkelijke buurt. Oh, welke buurt was dat? Tontje, Tourtonne 4. En ja, de boys waren positief bezig. Mm-hmm. Waardoor ik ook het positieve uit ze heb kunnen halen. Maar wat mij nog meer geïnspireerd heeft om dit gesprek met je te hebben, is het feit dat je laatst in Ivoorkust was. That's a long way from home. Hoe ben je daar beland? Het is zo gebeurd. Dansschool Bio Oniro heeft een nauwe samenwerking met een goede samenwerking met Untold Empowerment. Die is een Afrikaanse organisatie in Nederland voor kunst en cultuur. En ik kreeg de kans sinds 2020 om mee te gaan naar Ghana, zou het zijn. Maar door COVID konden we helaas niet gaan. Maar daar niet van, toen alles een beetje weer normaal ging, hebben we het weer opgepakt. Ik ging samen met de leiding van Untold Empowerment naar Ivoorkust voor een werkbezoek, een historische tour. En ook om een dansworkshop te geven aan ja, mijn broers daar en zusters, zeg maar. Dus het was een moment in mijn leven. Het was echt een moment in mijn leven, een onvergetelijke moment. Ik kan dit sowieso niet meer vergeten. Ik voelde me echt thuis. Het leek alsof ik in Suriname was. Ja. Maar gewoon met andere broers die ik niet gewend ben te zien. Precies zo was het. Want ik zag een filmpje waar
Ik dacht eerst in instantie dat het gewoon Surinaamse jongens waren. Ja, dus dat is wat ik... Precies, gewoon verschil. Ah. Alles hetzelfde en daar zijn ze ook een beetje, niet een beetje, heel professioneel qua dans. Mm-hmm. Want het is echt in hun cultuur. Mm-hmm. Met dans doen ze heel wat dingen, cultuurwijs. En het was helemaal niet moeilijk om met ze te klikken. Mm-hmm. Dus ja, fantastischer kan het niet zijn. Maar was er geen taalbarrière? Ja, dat wel, maar... Ze spreken Frans, omdat ze door de Fransen werden gekolonialiseerd. Maar ik kan geen Frans, maar door middel van dans konden we elkaar begrijpen. Mm-hmm. Omdat het is just the same wat we doen. Dus met bepaalde, we noemen het danstaal, pap, pap, pap en dat soort zaken, konden we elkaar snappen, konden klikken. En het is heel snel gegaan. Hè. Ik heb zo'n choreografie. Binnen een half uur en in een uur hebben we alles zo een beetje gefilmd en dat soort zaken. Dus ja, het voelt echt goed aan. Het voelde echt goed aan. Als ik het zo hoor. Maar hebben jullie daarna een optreden gehad of was het gewoon een dance workout? Of een... Nee. Dus het is eigenlijk ook een organisatie genaamd Charismatiek. Die een uitwisseling zal hebben samen met Be Your Own Hero Untold en hun in Amsterdam. Dus we moesten daar zijn voor een werkbezoek. En gelijkmatig hebben we dan een workshop van de Surinaamse cultuur aan ze overgedragen, zodat ze ook kunnen zien wat we doen, hoe we zijn. En als ze een klik konden vinden. En blijkbaar wel, want bepaalde dingen komen overeen. Mm-hmm. Ja, dus vandaar. Ja. En daar, die dansstijlen. Verschillen ze heel erg of hebben we eigenlijk ook dat gemeen? We hebben heel wat gemeen, maar het verschilt sowieso. Beetje hoor, maar hoe moet ik het zeggen? Het zit daar. Je ziet dat het van ergens komt en het is vandaar. Want die awasa was heel makkelijk voor ze. Banamba nog makkelijker. Dus je ziet dat ze het gewend zijn, maar ze hebben andere benamingen voor. Ik kan me niet meer heugen hoe ze die awasa noemden. Maar ze hadden een taal ervoor, een benaming ervoor. En ze konden het. Ze konden het heel goed. Okay, en je hebt ook een historische tour gemaakt daar. Hoe was dat? Ja, dat was een beetje, ja, behalve zwaar, emotioneel, was het ook fijn om te weten hoe het allemaal is gebeurd. Als het gaat om slavernij, is het een stuk geschiedenis die erbij hoort. Het is een deel van mijn cultuur ook, althans. En we hebben zo een beetje gehoord wat er daar heeft voorgedaan. Ivorcus was niet een slavenland of stad, kan je zeggen. Het was meer een boropassie. Ze kwamen vanuit de buurlanden, Ghana en nog een paar landen. Gingen ze in Ivorcus door en dan pakten ze de boot. Ja, na eerst moesten ze natuurlijk opfrissen. Daar was ik ook geweest om te zien. Ik heb dat ervaren. Ze hebben ons gebracht naar waar ze ook verscheept werden. Maar daarvoor hadden ze een markt waar ze gaan kijken wie nog in staat is, wie goed is en wie nog mee kan en dat soort zaken. Dus dat hebben we ook een beetje kunnen zien. Die dingen zijn er niet, dus die monumenten, alleen van waar ze een badje kregen, hebben we gezien, een soort rivier. Maar waar ze het marktgedeelte is helemaal, ja, er is niks daar. Ze moeten het nog opknappen, zeg maar. Maar daarin van, ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien. De mensen van daar hebben ons een beetje rondleiding gegeven. Dus ja. Ja, het is echt een lifetime experience, hè? Oké, dan komen we terug naar Suriname. Nee, maar naar Ivorcus, daar ben je naar Nederland gegaan. Ja, dus het was een hele tour. Mm-hmm. Ik ben eerst naar Nederland gegaan omdat ik daar 3 workshops had. En vandaar, ik ben 3 dagen daar gebleven en van daaruit ben ik naar Abidjan geweest. Abidjan is de hoofdplaats van Ivorcus, maar via Parijs moesten we naar daar. En bij terugkeer zijn we weer naar Nederland gegaan en ik had een workshop in
Frankrijk. Maar die is niet doorgegaan, vandaar dat ik iets eerder ben gekomen. Oké. En nu, laat me eens vragen. Kun je van het dansen of dansles leven? In Suriname op het moment niet, om eerlijk te zijn. We doen het omdat we ervan houden. Omdat we onze eigen plek nog niet hebben. Dat is wat we nu bezig zijn te realiseren. Maar we hebben echt heel veel hulp nodig. Want met de stijgende prijzen en de koersen lukt het sowieso niet. Dus we zijn nu pas bezig met onze... Niet nu pas, het idee is er al lang. Maar nu zijn we echt volledig gefocust daarop. Omdat de huren, de huurtarieven kunnen we niet meer betalen. Anders gaan we het stop moeten zetten en dat willen we ook niet. Dus we zijn nu even bezig te kijken hoe we het best kunnen oppakken om tenminste een zaal voor onszelf te kunnen hebben. Ja. Als bij Bior Oniro, als bij de Mysticals. Mm-hmm. Want waar worden die lessen nu gegeven? We verhuren de zalen, we zijn huurders van bepaalde zalen. Oh. En bij de Mysticals is bij On Stage, bij Your Own Hero is bij Theater Thalia en Ons Erf. Mm-hmm. Dus zo'n beetje overal zijn we. En dat zijn niet echt goedkope plekken inderdaad. Inderdaad, mm-hmm. Ja, maar met de koers snap je de huurders ook van, de verhuur, ja, van ze kunnen ook, ja. Ze kunnen er ook niets aan doen. Want als de koers omhoog gaat, de prijzen omhoog gaan, stroom gaat omhoog. Water gaat omhoog, dan kunnen ze er ook aan iets aan doen om hun prijzen aan te passen. Mm. Dus dan moeten wij ook steeds weer onze contributie, wat heel goedkoop is, redelijk is, aanpassen. En dat zo krijg je bepaalde doelgroepen die het misschien niet kunnen permitteren, niet meer. Ja. En misschien vinden hun het juist echt. Precies. En dus er zijn heel wat mogelijkheden die we hanteren hoor, maar soms kan het helemaal niet. Want ik zag laatst ook een filmpje van dat er vroeger een beetje wedstrijden werden gehouden. No? Ja. Maar er waren er, hoeveel dansgroepen waren er toen? Zo. En hoeveel zijn er nu? Vroeger waren er aantal, echt een aantal. Dat was een cultuur in de tijd van de jongeren. Dat was de vorige generatie. Dat was echt hun ding, hè, om te battelen. Mm-hmm. Maar nu is het een andere tijd. Wat wij nu hebben gedaan ervan, want nu, ja, je had de Turbo Squad, een van de bekende, yes. Death Row Squad bekend, Flip Mo, Flip Side, Death Row heb ik al genoemd. Ja, Mysticals natuurlijk, je had de Essence, je had de Deja Vu. Er waren een aantal, echt een aantal. En ja, om eerlijk te zijn, zie ik alleen de Mysticals over. Ja, omdat, net wat ik aangaf, het was een andere generatie, het was een andere tijd. Hun waren de battle, ze hadden de battle skills, de battle power. Maar nu hebben we het anders gedaan. We hebben een school van gemaakt, waar we jongeren vooral een beetje kunnen leren, talent overdragen. Zodat ze ook kunnen genieten van hetgeen dat ze leuk vinden. Art. Dus ja. Mysticals, Be Your Own Hero ken ik nu. Ja, je hebt wel nog een paar culturele organisaties en balletorganisaties die er nog zijn hoor. Er zijn nog best wel een paar, maar die echt bezighouden met hip-hop en afro en urban en dat soort dingen is de Mysticals en Be Your Own Hero. Ja. En waar haal jij je inspiratie vandaan? Wie heeft jou geïnspireerd? Welke danser of zo? In de tijd waren het mijn broers en hun vrienden, dus de Mysticals. De oude leden van de Mysticals waren mijn inspiratiebron. Maar nu krijg ik mijn inspiratie door mijn... Ik haal het uit mijn studenten. Die kleine, vooral die hele kleine zesjarigen en zes tot negenjarigen. Je ziet gewoon hoe ze genieten. Hoe ze genieten van hetgeen dat je aan ze leert. Dus dat motiveert me om steeds weer door te gaan met de lessen, met talentoverdracht. Ja. En nu ga je beginnen met Afrikitine? Het is al begonnen, reeds. Ik ben in 2018 eigenlijk begonnen. Zo. Maar het was een kleine groep en het was echt privé. Snap je? Het was gewoon echt voor mensen die het Surinaamse dansstijl, Afro-Surinaamse dansstijl wil. Of wil verbeteren, zeg maar. Dus zo deed ik het. Maar de vraag werd meer. Dus daar heb ik hem een beetje uitgebreid met leeftijdsklassen.
categorieën. En wat leren ze daar? Letterlijk afro, alle stijlen van afro. En ik ben een beetje... Ik denk dat ik, laat me het voorzichtig zeggen, ik denk dat ik een beetje dynamisch ben, waardoor ik alles zo een beetje mix. Ik mix, je kan in mijn danspasjes, in mijn danschoreografie gewoon een banamba zien, een awasa zien, een afrofusion, een afrohouse pasje. Dus je kan van alles zien, maar alles onder afro. Daar is waarin ik mezelf heb verdiept en dat is wat ik ook presenteer. Want ik had ook een Bollywood fusion van jullie gezien. Ja, dat standaard. Dat bij Mysticals krijgen we van alles, leren we de kinderen van alles natuurlijk. Maar bij Afriki is het specifiek afro. Mm-hmm. Ja, en bij dansschool Bion Oniro heb je ook nog gecategoriseerd hip-hop, afro ook en ja, urban zo'n beetje. Bij de kinderen hebben we kinderdansjes. Want je had het over het feit dat je dansdocent bent. Is er een opleiding waar je eerst een les kan gaan volgen om dansdocent te worden? Of hebben jullie, doordat jullie die school hebben opgericht, zijn jullie dan dansdocent geworden? Het komt door onze ervaring, één. Onze jarenlange ervaring die we hebben in dans. Mm-hmm. Hebben we zoiets van, laten we onze talent verder overdragen. Mocht het zijn, we gaan stoppen, blijft het dansen in leven. Er is geen officiële dansschool in Suriname, erkende. Ik bedoel, dansopleiding, sorry. Maar in het buitenland is er wel. Ik heb wel workshops gedaan en dat soort zaken, om mijn skills natuurlijk daar te krijgen waar het moet zijn. En ja, wij doen het uiteindelijk. Dus het gaat meer om die overdracht. Het gaat niet dood, de dans. Wat we nu zien, denk ik het niet. Ja, maar gaan jullie niet eraan werken dat er, nu is COVID een beetje, alles begint weer een beetje te normaliseren. Gaan jullie met shows komen of workshops of iets? Ja, dus we zijn ook bezig daarmee. We zijn bezig met een bezigheid voor de jongeren in de vakantieperiode alsnog. We hebben de Elfen en de Chipmunk Show. Die we aan de jongeren willen presenteren. Natuurlijk met de protocollen van het ministerie. Dus daarmee zijn we even bezig om te kijken hoe veilig we het kunnen doen. En zo een beetje rustig aan, vullen we bij, totdat alles weer gewoon normaal wordt. En dat we gewoon weer volle groepen hebben en het gewoon door kunnen pushen. Ja. Want jij zegt, van dansen kun je niet hier leven echt. Hè? Het moet meer een hobby of... Maar hoe deed jij dan? Wat deed jij? Wat heb jij gedaan? Ik, los van school, want ik was student, was ik werkzaam bij mijn familiebedrijf, mijn vader. Mijn vader is ondernemer. Dus ik deed hier en daar wat jobs. Dus zo kwam ik ook aan mijn broodje. Ik deed zo vandaar dat ik ook onderneem. Ik zit in de fashion. In de horeca. Dus daar verdiende ik ook mijn centjes, zodat ik door kan gaan met hetgeen dat ik leuk vind. Ja, want als de jongeren naar jou kijken, zeggen ze, Winston Adaba, ik wil ook dansen als hem, maar dat is niet alles. Dat is meer een hobby en daarnaast moet je... Klopt. Alle dansers die ik ken hier in Suriname, je moet gewoon omdat je niet van kan leven. We hebben de nodige waardering nog niet gehad. We krijgen het nog niet, althans. Ook niet vanuit het overheid. Mm-hmm. We zijn nog niet erkend dat de dansers een hele belangrijke rol hebben in de samenleving. Mm-hmm. Wat cultuur betreft. En dat vind ik wel jammer hoor. Omdat ik er steeds achter zit. Zonder dansers heb je ook minder artiesten. Mm-hmm. Heb je geen leuke videoclips. Dan heb je geen leuke liederen, want de dansers pompen die liederen van de artiesten. Ja. Maar de waardering krijgen we nog niet. Ze zien ons gewoon, noem maar een paar dansers, laten ze dansen en dat soort zaken. Maar daarom zijn wij er ook om daarvoor te waken. Dat we ook de nodige waardering krijgen. Want om een dansact in elkaar te zetten, vergt heel veel tijd en energie. Al moet ik het zelf zeggen. Vooral als je het moet overdragen aan kinderen. Heel veel tijd, energie. Ja. En om zoiets
te bewerkstelligen, dan heb je sowieso een paar dagen nodig om er overheen te gaan, te herhalen. En dan wanneer je hem ziet in een videoclip, is het mooi. Maar wat we ervoor hebben gedaan, wil niemand weten. Nee, maar dan heb je de kans, praat dat cultuur nu. Ja, ja, dus, we hebben zo vaak, ja, althans wanneer we weggaan, hebben we wel een band met directoraat cultuur. Hun kennen ons. Ze kennen ons. Maar dat er bijvoorbeeld fondsen zijn waar ze de dansers of zeg maar de artistieke mensen pushen met een noem maar wat, is er niet. Het is echt zoek. Eigenlijk moeten we alles vanzelf doen. Hier, daar. En dan wanneer we zelf Suriname op de kaart willen plaatsen, als we bijvoorbeeld weg moeten gaan, Suriname moeten vertegenwoordigen, dan is het zo'n loperij. Die stuurt je naar daar, die stuurt je naar hier. Ik word er zelfs gek van. Dan denk ik van mezelf, ik doe het voor Suriname, jullie snappen het. Maar dan waarom duurt het zo lang? Waarom moet het zo aan toe gaan, bij wijze van praten? Maar door altijd door te drukken, naar de media gaan wat niet eens hoeft, lukt het wel er. Daar niet van. Er zijn mensen die daar zijn met een goede intentie die ons wel helpen. Maar het hoeft eigenlijk niet zo stroef te gaan. Nou, we zullen dit filmpje ook sturen naar de directeur van cultuur en de onderdirecteur, meneer Braam. Hè? Die komt uit die wereld, dus die moet het helemaal begrijpen. Dat het makkelijker voor jullie wordt en dat jullie inderdaad Suriname kunnen uitdragen. En wie weet, misschien wordt het ook een beroep waar de jongeren echt kunnen gaan verdienen. Zeker, zeker. Als we goed kijken nu, zien we ook duidelijk dat alle jongeren willen dansen. Ze dansen met, natuurlijk met TikTok, dans iedereen. Dus het is nu de tijd om te gaan kijken hoe we dat positief kunnen laten blijven in de samenleving, zodat de jongeren toch wel iets positiefs hebben, zodat ze positief en bezig zijn. Het pad van de Precies. Als ze eenmaal iets hebben vastgegrepen, dan moeten we het koesteren toch? Natuurlijk, toch? Lekker dansen en dan daar in je energie stoppen in plaats van allerlei kwaaie dingen doen. Maar inderdaad, als ze daar ook aan kunnen verdienen, is het een mooie combinatie. We raken ze nog meer gemotiveerd. Want wie is je doelgroep? Wie heb je allemaal? Onze doelgroep is groot. Mm-hmm. Ik praat ons omdat we een groepje zijn. Ik doe het niet alleen, natuurlijk. We hebben vanaf 3 jaar, we geven lessen, we verzorgen lessen aan kinderen vanaf 3 jaar. 3 jaar? Jawel. Wow. De peuters noemen we ze. Inderdaad, is dat een challenge. Helemaal. En dan hebben we onlangs ook volwassenen, de adults. Mm-hmm. En het gaat aardig, het lukt aardig. Okay. Het lukt aardig. Dus je gaat er nog voor? Zeker, zeker. Maar nu meneer de ingenieur, wat gaat u doen? Gaat u nu een ingenieursbureau oprichten? Dus dat is het ook. Ik zit ook ermee, omdat ik ook niet zo veel op me kan nemen. Mm-hmm. Dus mijn school is eigenlijk mijn backup. Mocht het zijn dat het niet lukt met hetgeen dat ik doe, dan heb ik altijd iets waarop ik uiteindelijk terug kan vallen en goed kan verdienen. Ja. Daarom heb ik mijn best altijd gedaan. Zo. Daar niet van. Wat ik nog met mijn studie ga doen, wil ik nog even openlaten. Mm. Omdat ik nog kijk hoe het zit en hoe het gaat natuurlijk. Natuurlijk wil ik mijn kennis natuurlijk blijven inzetten om Suriname tot grotere hoogte te brengen. Daar niet van. Mm-hmm. Maar voor nu kijk ik nog even, want ik wil ook nog natuurlijk verder studeren. Maar ik zit ook nog met de kosten, de hoge tarieven van de universitaire studies. Dus daarmee zit ik nog ook even. Dus ik ben er nog niet uit. In elk geval, als we zo naar je luisteren, je bent een ondernemende jongeman die niet stil zit. Vooral niet. Vertel ons even kort nog een beetje over Bio Own Hero, kort. Bio Own Hero is een dansschool, opgericht in het jaar 2015 door mijn persoon en de heer Rivelino Lichon. We hebben het gedaan om het te verbreden, dans in Suriname te verbreden. We komen beide uit dansgroep The Mysticals en we hadden zoiets van, laten we andere jongeren ook
bereiken. Laten we dansen in Suriname een beetje breder maken, waardoor we dat zijn gaan doen. En het doel die we altijd hadden is om Suriname uit te dragen, positief uit te dragen. En dat hebben we gedaan. Sinds 2017 zijn we elk jaar in Nederland om Suriname te vertegenwoordigen op het gebied van dans en cultuur. Dus het lukt aardig, daar niet van, maar alleen het proces ernaartoe loopt soms stroefjes, financieel. Maar daar hebben we nu cultuur gevraagd, dat die erbij komt. Dus cultuur gaat voortaan Beer on Hero ondersteunen. En de Mysticals. En de Mysticals, oké. Maar we kunnen niet hier in een dansstudio zijn, dus we gaan dit gesprek nu beëindigen. En dan gaan we een kleine dansworkshop doen. Toch? Ja, ik ga volgen. Kijkers, dat was dus voor nu het gesprek dat ik heb gehad met Winston Adaba. U heeft het gehoord, hè? Echt ondernemend en hij heeft er zin in. En met zijn talent heeft hem helemaal gebracht naar Afrika, Ivoorkust. En daar heeft hij dance workshops kunnen geven. Geweldig, want Suriname is nu ook daar op de kaart geplaatst. Nu weten ze dat er een Suriname bestaat. He? En in Nederland zijn we al helemaal op de kaart, want ik heb op YouTube gekeken en ik heb een paar van de workshops gezien en ik dacht, oh my god, dat is echt leuk. Maar u gaat niet weg, want zometeen gaat u ons even kunnen zien in die dance workshop. Maar in het tweede deel ziet u Sivra Goudland in gesprek met, dat zult u zien als u blijft kijken. Oké? Okay? Kijkers, welkom bij de tweede deel van In Gesprek. Daarna zag u mevrouw Boetius in gesprek met Winston Adaba. Ik hoop dat u heeft genoten van dat gedeelte. In dit tweede deel hebben we dan een ander soort gesprek en ook een ander soort onderwerp. Wij gaan het hebben over kinderen, de bescherming van kinderen en daarbij ook hun moeders. En om er verder op in te zoomen, heb ik daar dan een gesprek met mevrouw Gloria Liquishu. Zij is de directeur van Stichting Weet Mee Lammeren. Mevrouw Liquishu, welkom in gesprek met. Dank u wel, mevrouw Sivra. Oké, we zijn op het terrein van Hadassah Opvangcentrum. Ik heb begrepen, het is een lange naam. Het is wat ik heb onthouden, neemt u me niet kwalijk. We zijn op het terrein. U bent directeur van Weet Mee Lammeren. Alvorens we inzoomen op Hadassah, houden we ervan om onze kijkers een beetje introduceren met onze gast. Wie is mevrouw Gloria Liquishu? Nou, ik ben 52 jaar, 32 jaar getrouwd met Winston. Ik ben moeder, schoonmoeder, grootmoeder, gelukkig nog geen overgrootmoeder. En ik woon dus hier op een terrein, dat is van Stichting Lok Makandra. Daar kwamen mijn ouders eigenlijk wonen in 1982. Ze begonnen daar met een kerk, een opvangcentrum voor mensen met een lichamelijke beperking in de ruimte. En op het terrein begonnen we toen ook al met een kinderdagverblijf, een kinderclub, een jeugdclub, een bibliotheek. Allemaal voor de buurt van Santopolder. In de stad hebben we ook een uitleenservice voor kinderwerkers. Want we trainen mensen, willen hun inspireren om eigenlijk in hun dorp, in hun wijk, in hun buurt, in hun straat iets te doen met de kinderen in de middaguren. Dus we doen ook vaak outreach in het binnenland om daar ook kinderwerkers te trainen. Weet Mee Lammeren is een vrij breed werk. En gaandeweg, we zijn al langer dan 20 jaar bezig, toen zag ik ook de nood, vooral onder kinderen in de buurt ook. Ze hadden moeite met school, soms leren en dan ga je op huisbezoek en dan zie je hoe moeilijk alleenstaande moeders het hebben, vooral nu. Ja, klopt.
Ja, we hebben het, in mijn intro heb ik het ook aangegeven. We gaan het hebben over kinderen, de bescherming van die kinderen en ook hun alleenstaande moeder. We zijn bij op het terrein van Hadassah. En Hadassah is een plek waar men daarvoor voor hulp kan komen, heb ik begrepen. Kunt u ons wat meer vertellen wat Hadassah is en wat Hadassah precies doet? Nou, op het terrein hebben we dus ook, als ik vergeten te zeggen, een kinderdagverblijf, een peuterschool, een kleuterschool. Maar het Hadassah opvangcentrum is dus speciaal een opvangcentrum voor alleenstaanden. Tegenwoordig zeg je niet meer alleenstaande, hè? Het diplomatieke goede woord is alleengaande. Want je staat niet stil, je gaat door in het leven. Ook als je als vrouw moeilijke dingen soms meemaakt. Dus het is voor alleengaande moeders en jonge kinderen is toen het opvangcentrum geopend. Want ja, soms komen vrouwen in problemen doordat bijvoorbeeld ja, vaak de vader van de kinderen het dan af laat weten. Drugsproblemen, mishandeling, relatieproblemen, huis afgebrand, seksueel misbruik, noem maar op. Een heleboel problemen waarmee alleengaande moeders te kampen hebben. En vooral ook in deze tijd kunnen ze soms ook echt hulp gebruiken wat betreft opvang, huisvesting. En daarmee helpt dus opvangcentrum Hadassah. De moeders wonen hier gratis en ze krijgen dan ook begeleiding. Het zijn dus alleengaande moeders die zeggen van, hey, ik heb jonge kinderen, ik wil iets bereiken met mijn leven. Soms zitten ze nog op school, soms studeren ze, soms hebben ze een baan waarmee ze niet kunnen rondkomen en ze hebben jonge kinderen. En dan geven we hun even een krakabakka, om het zo te zeggen, ja, voor 2 jaar. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een opleiding volgen hier voor computers, trainingen doen we. Word, Excel hebben pas afgerond, internet, zodat als ze hier weg gaan dat ze een diploma hebben. Ze kunnen ook trainingen volgen voor kinder- en jeugdwerk. Ze krijgen ook on-the-job trainingen in ons kinderdagverblijf. Dan kunnen ze helpen in de keuken, schoonmaak of als peuter, babyleidster. En dan krijgen ze ook een on-the-job training van ons daarvoor. Verder hebben we ook een bakkerij waar de vrouwen ook aan de slag kunnen. Er is ook een sociaal naaiatelier. Dus er zijn genoeg takken waardoor de vrouwen kunnen leren om zelfredzaam te worden. Een belangrijk onderdeel van is ook onze groentetuin. En omdat de vrouwen hier intern verblijven, 24 uur, hebben we ook een beheerder, mevrouw Marijke Cairo, die dus zorgt dat alles goed verloopt. Zijn er dan vrouwen die, hoe kan ik het zeggen, die zichzelf willen verschuilen doordat ze een agressieve partner hebben en ze willen hun kinderen daarbij beschermen. Hebben jullie ook dat soort gevallen gehad in het verleden? Ja, we hebben een aantal vrouwen gehad die moeite hadden met partners, dan die dan agressief werden. Familieleden ook, weet je wel, dronken dingen, dan kwamen regeren of zo, de kinderen, weet je wel. En dan moet je echt optreden. Soms worden vrouwen verstoten gewoon met hun kinderen, dat ze op een balkon moeten slapen. Omdat ze ruzie hebben met die man of die man wil hun niet meer hebben. Verstoot hun en die kinderen. En dat is heel erg pijnlijk. Want een kind begrijpt er niets van. Die kent die man. Die denkt, is mijn vader. Weet je? En kinderen zijn eindeloos loyaal aan hun ouders. Dus vooral kinderen en met name de jongens zie ik, die lijden enorm onder de verstoting van de vader. Maar gelukkig hebben we hier een heel fijn team van pastorale medewerkers. We hebben sommige pastorale werkers die werken al 8 jaar tot 10 jaar zonder dat ze ooit om een vergoeding vragen. Maar die komen om met de vrouwen te bidden en te spreken. Want een belangrijke basis van ons werk is het christelijk geloof in de God van de Bijbel. En daarom werken we vanuit een Bijbels perspectief. We zijn een stichting die openstaat voor vrouwen van alle achtergronden. Maar als ze hier komen, dan is het wel belangrijk dat we zeggen van, hey, onze begeleiding, onze principes, onze christelijke identiteit. Als je daarmee meegaat, dan ben je van harte welkom. Ja, helemaal. U gaf ook aan, de vrouwen worden onderdak geboden voor 2 jaar. En als het ze niet lukt in die 2 jaar op hun eigen benen steviger te staan, ik leg nadruk op steviger te staan, kunnen ze dan nog iets langer blijven? Jazeker, die mogelijkheid is er. We bekijken het per geval. We hebben bijvoorbeeld een moeder met een kindje van, ik geloof nu 3 maanden, volop aan de borstvoeding. En ze heeft nog 4 andere grote kinderen, die bij haar zijn. Oudste is 8 jaar, dan heb je ook andere moeders, 4 kinderen ook. Dus het is 6 jaar en jonge baby's en dan zie je gewoon van dit gaat er niet worden in 2 jaar. Daarom werken we aan de zelfredzaamheid. En wat ik ook zo mooi vind is dat de moeders elkaar ook helpen, op elkaars kinderen letten. Zodat een moeder soms naar school kan gaan, een opleiding kan volgen of naar haar werk gaat. En dan roleren ze dat één dan let op de kinderen
en dan doorgaat. We hebben natuurlijk ook een kinderdagverblijf waar de moeders ook terecht kunnen om hun kinderen achter te laten dagelijks. Gaat het dan samen. Het is eigenlijk een community, een gemeenschap. Eigenlijk zou het niet zo moeten zijn in Suriname. Eigenlijk is dit de taak van de overheid. Zoals in de grondwet staat, iedereen heeft recht op tenminste een onderdak, een stukje grond. Klopt. En als je hard werkt en je doet je best, moet iedereen eigenlijk in staat zijn om een goed leven te leiden waarbij je tenminste kan leven en je kinderen voeding kan geven en naar school kan sturen. Helaas is dat niet het geval. En ook voor onze moeders sluiten we onze ogen niet voor deze realiteit. En bekijken we dus per geval als om de 2 jaar de zaak wordt verlengd. Ja, sowieso. Want als ik me niet vergis, was een paar maanden terug, had u een delegatie op bezoek. En er is een toezegging gedaan vanuit de minister van GBB. Heeft u al een tussentijdse antwoord gekregen als er al iets van de grond is gekomen? Ja, ik heb begrepen dat er iets in Wanica waarschijnlijk vrijkomt. Een stukje grond. Ik kan niet te veel erover zeggen, maar het is in de buurt van Lelydorp. Okay. En we zijn heel erg blij dat we alvast een toezegging hebben gehad, zodat de moeders die hier vertrekken alvast een stukje bouwkavel hebben waarmee ze aan de slag kunnen. Oké, hoeveel units zijn er precies? Hoeveel moeders kunt u opbergen? Laat me het zo zeggen. Ja, want men komt voor hulp zoeken. Dus eigenlijk een beetje opberging. Een beetje, ik zal het geen zaligmaking noemen, maar het is echt gewoon een veilig gevoel. Dus ik zal het maar safe haven noemen. Inderdaad, het veilige gevoel is bijzonder belangrijk. Daarom hebben we overal camera's hangen. We hebben ook wachters op het terrein. We hebben soms ook beschermingsbevel moeten aanvragen voor sommige vrouwen. Het opbergen is dus zodanig dat elke vrouw krijgt een eigen woonunit. Met bad, toilet, keuken, slaapkamer. Sommigen hebben 2 slaapkamers, sommigen 1, sommigen 3. We kijken per geval wat nodig is. Er zijn in totaal 13 woonunits. Okay. En daar verblijven dus de gezinnen, de vrouwen met hun kinderen, zelfstandig. De bedoeling is dat ze zelf koken voor hun kinderen, zelf hun kinderen opvoeden. Zorgen dat hun kinderen fit en uitgerust naar school gaan. De huiswerkbegeleiding volgen en noem maar op. Als u mag kijken, heeft u succesverhalen mogen hebben van moeders die hier zijn geweest en dan toch nog terecht zijn gekomen en terug zijn gekomen en zeiden van, weet u wat, I appreciate you mevrouw Gloria, wat u voor me heeft gedaan. Heeft u ook succesverhalen mogen hebben? Nou, dus we zijn niet allereerst begonnen met Hadassa. Vroeger begonnen gewoon in 2014. Ik had 2 kinderen op mijn kinderclub, jongetjes. Die kenden elke week alle teksten uit hun hoofd, waren flink. En een dag hoorde ik dat hun vader was doodgereden op de bromfiets toen hij brood voor hun was gaan kopen. De moeder bleef achter met 8 kleine kinderen, radeloos. Zo radeloos dat ze overwoog zichzelf van het leven te beroven. Heel erg. En toen zijn we gelijk aan de slag gegaan. Ik heb bijna 40 brieven geschreven, geloof ik. We hebben een huisje gebouwd. Dat was het allereerste opvangcentrum. En oudste pupil daar, die is inmiddels, heeft haar opleiding afgerond als ziekenverzorgster. En dat oudste meisje die woont dus nu zelfstandig met haar eigen gezin. We hebben ook een andere moeder gehad, dat was 2 jaar geleden. Die had relatieproblemen met haar man. En het knalde echt, het was heel erg moeilijk. Mishandeling, ook de kinderen, spullen werden vernietigd van haar. Ze kwam dus hier radeloos. Maar we begonnen toen met begeleiding van haar. Haar man werd door zijn kerk begeleid. En nu zijn ze weer gelukkig bij elkaar. Dus zo kan het ook gaan. Helemaal, daarin heeft hij gelijk. Dus dat stemt ook goed. Dat men toch niet in een vergeethoekje wordt geplaatst. Maar dat die 2 jaren van zware begeleiding wel heeft geholpen. Ik moet eerlijk zeggen, het is niet altijd dat er een goede match is. Hè? Soms merk je ook dat moeders binnenkomen, alleengaande moeders, jonge vrouwen. En dan merk je dat ze zich niet kunnen houden aan de regels, want we hebben regels. Klopt. Ook ten aanzien van de relaties die je aangaat. We adviseren moeders van begin niet weer met de relatie. Wacht even, en als je een relatie hebt, wees eerlijk daarover. Vertel ons, weet je wel. En als je merkt dat dat niet werkt, dan is er ook geen basis voor samenwerking. Ook hebben we bijvoorbeeld dat we een begeleidingsproject traject hebben waarbij je kinderen goed verzorgt. Je kinderen niet verwaarloosd, zodat je kinderen op tijd eten, baden, slapen. En daarin moeten moeders ook worden begeleid. Als het niet gaat, zeggen we eerst van, hey, hoe is het? Wat gebeurt er? Wat was moeilijk voor jou? Waarin kunnen we je helpen? Maar als we na herhaaldelijke malen merken dat het niet gaat, dan is er ook geen basis voor samenwerking.
Ja, dat is sowieso begrijpelijk, want dat is wat u aangaf. Er zijn regels en als je ermee akkoord bent gegaan, moet je ook daaraan dienen te houden. Nee, snap ik compleet. Maar u gaf aan, u doet dit compleet gratis. Krijgt u wel hulp van de overheid, misschien het ministerie van Sociale Zaken of van wie dan ook? Krijgt zich de wet maar wel, laat me niet zeggen hulp, maar tenminste een injectie van misschien personeel of zo? Die u kunt helpen? Nee, Hadassah heeft nog nooit subsidie gehad. We hebben het wel aangevraagd, want als je een moeder hebt met babytjes, met een baby, die baby moet pap hebben, die baby moet pampers hebben, je zit met vaste lasten, dan is het een behoorlijke stap om haar hier te nemen. Want als je een moeder neemt, dan ben je eigenlijk garant voor haar, sta je garant. We zorgen ook bijvoorbeeld dat de kinderen op tijd en voedzaam eten en de moeders ook. En dat is soms best wel een geloofsuitdaging, een hele grote uitdaging. We krijgen incidenteel wel eens pakketten vanuit sociale zaken, maar dat is incidenteel, helaas nog niet vast. En voor de rest zijn we echt afhankelijk van de voorziening van God en heeft ons nooit teleurgesteld. Ja, helemaal. En u gaf ook aan dat de moeders ook een beetje werken, want u probeert ze te stimuleren voor zelfredzaamheid. Dus dan kunnen ze ook zelf hun kleine voorraad bijhouden, neem ik aan. Maar ik weet dat de stichting dat sowieso niet zal vragen. Maar geven ze ook een vergoeding van, weet u, ik stel het op prijs van, misschien kunt u hiermee een beetje helpen om stroom of water te betalen? Absoluut, die eigen bijdrage is er. Dat is 10% van hun inkomen. Dus als ze een inkomen hebben, dan vragen we daarvan 10%, precies voor die zaken, die nutsvoorzieningen. Want het doel van ons is zelfredzaamheid. Dus als je nooit zelf bent begonnen zelfs met betalen van je nutsvoorzieningen, dan helpen we je niet echt. En we zijn ook niet zo dat we maar blijven geven. We budgetteren ook qua wat je nodig hebt. En als we merken dat we je voor een week hebben geholpen met bijvoorbeeld voeding, maar het is binnen 3 dagen op, dan gaan we je helpen om daar goed mee om te gaan. En soms wordt dan per dag of per aantal dagen geholpen. Want we merkten dat sommige moeders het probleem hadden dat als ze bijvoorbeeld 100 SED hadden voor een week, maakten ze 100 SED op. Maar als ze 1000 hadden voor een week, maakten ze 1000 op. Als ze 500 hadden, maakten ze 500 SED op. Maar je moet leren om rond te komen met een budget. Een realistisch budget. Dus je krijgt dan van ons die middelen om je huishouden te draaien. En dan verwachten we ook dat je daarmee rondkomt. Als dat niet rondkomt, dan gaan we steeds helpen met steeds kleinere stapjes, zodat je leert om te gaan met de middelen die je krijgt. En ik ben zo blij en zo trots met onze moeders, want als je het begin zag waarmee ze binnenkwamen, dan dacht je zo, oh my goodness. Ja, weet je, dan maakten ze het op aan belten goed of andere wazige zaken en de kinderen hadden geen melk en dit en dat. Maar nu merk je dat steeds beter gaat en dat ze zich ook steeds beter inzetten. Ze kunnen ook bijvoorbeeld hier op het terrein schoonmaakwerk doen. Want we hebben een opvang, een centrum hier ook, waar christenen kunnen komen voor retraites, voor kampen, diensten, nachtwakers, noem maar op. En die gebouwen worden dan schoongemaakt door de vrouwen van Hadassah. Dus je kan altijd iets doen, weet je. Iedereen heeft zijn gaven en talenten. Niemand kan zeggen, ik heb niks. Dat bestaat niet. Want mensen zeggen ook, waar er een wil is, is er een weg. Absoluut. En als je zegt, ik heb niks, dan gaan we je helpen om je talenten te ontdekken. Snap ik helemaal. Vanuit uw opzicht, wat is uw advies naar vooral de samenleving toe, die ook een steentje willen bijdragen aan het werk dat u doet? Wel, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zich christen noemen in Suriname. Als je Rooms-Katholiek en Protestant bij elkaar optelt, is het zelfs de grootste groep. En ik denk dat vooral het christen zijn heel wat meer is dan alleen bidden, zingen en Bijbel lezen. Het is vooral ook, staat in de Jacobusbrief, omzien naar wezen en weduwe. En als ik kijk naar moeders die alleen verlaten zijn, verstoten zijn met hun kinderen, dan zijn dit de moderne wezen en weduwe in ons midden. Dus ga alvast kijken in je kerk, als je naar een kerk gaat of gemeente, van wie zijn die alleengaande moeders? Kan ik een dagje hun helpen door te letten op hun kinderen, door hun iets te geven, door hun te ondersteunen, door hun gewoon te bemoedigen? En het Hadassah-werk kunnen ze ook altijd ondersteunen door onze website te bezoeken. En dan kunnen ze ook zien hoe ze het werk kunnen ondersteunen, ons te contacten via Facebook. We hebben een levendige Wijd Mij Lammeren pagina die ze kunnen volgen. Bij Wijd Mij Lammeren in de stad aan de Stoelmanstraat zijn mensen ook terecht om eventueel een bijdrage te brengen. Ja.
Helemaal, dat is heel mooi. Want ik denk van vaak genoeg als we zulke uitzendingen hebben, dan krijg je vaak genoeg, ja, maar hoe kunnen we helpen? Dus ik ben blij dat u dat zelf heeft gezegd. Wij hoefden dat niet te doen. En wat is ook een oproep naar de regering toe? Want het is niet dat u gaat om te bedelen, maar dat ze weten wat u doet. En dat ze ook daarbij ook hun bijdrage kunnen leveren. Wel, ik denk dat een land dat vooruit wil komen, allereerst moet investeren in zijn onderwijs, in de kinderen. En alle landen van de wereld waar je ziet dat de positie van de vrouw werd versterkt, werd verstevigd, waar vrouwenrechten werden gerespecteerd, daar ging de hele economie en de ontwikkeling ging veel sneller en beter. Dus vaak bij ontwikkeling kijken we naar grote bruggen en wegen. En het is natuurlijk leuk om dat te kunnen zeggen, we hebben die weg aangelegd, we hebben die wegen gebouwd. Maar als je ziet dat sommige wegen nauwelijks worden gebruikt, prachtige wegen, dan denk ik, had het liever geïnvesteerd in een school voor de kinderen daar. Dus ik denk dat onderwijs bijzonder belangrijk is als staat, maar ook dat je als staat de plicht hebt. Kijk, men denkt vaak, ja, ik ben sociaal voelend, dus ik ga vrouwen helpen, alleengaande moeders. Maar het is helemaal geen ding, iets van sociaal. Het is iets van recht. Het is rechtvaardigheid. Want deze vrouwen hebben nooit de kansen gehad die u heeft gehad in uw leven. En ik denk dat elke regering dat goed moet beseffen. Dat omzien naar alleengaande moeders, kinderen, niets is kwetsbaarder, niets is zwakker dan een pasgeboren baby, dat zij recht hebben op onze bescherming. Recht in die zin dat ze recht hebben op goede huisvesting, voedselvoorziening en onderwijs. En als je daarin gaat investeren, dan ga je ook merken dat er veel minder alleengaande moeders zijn. Want vaak zegt men die moeders, ja, ze hebben het zelf gezocht, het is hun eigen schuld. Nee. Maar u heeft nog nooit in hun schoenen gestaan. U heeft niet meegemaakt wat ze hebben meegemaakt als kind. Ze hebben nooit die kansen gehad die u heeft gehad. Dus daarom is het bijzonder belangrijk dat als we investeren in voorlichting, maar ook begeleiding van onze moeders. Want als we deze kinderen aan hun lot overlaten, dan zit je weer met een nieuwe generatie van vaderloze jongetjes en meisjes. En hoe lang gaan we daarmee door in Suriname? Helemaal. Dus omzien en een beleid ontwikkelen waarbij we dus gaan werken aan ondersteuning van de alleengaande moeders, maar ook preventie door goed onderwijs te geven op de scholen, jongetjes te leren helpen om te gaan met hun emoties. Want soms beginnen mannen te slaan omdat ze gewoon niet weten hoe dat drukkende, verdrietige, zware gevoel van binnen heet. Het heet, je bent verdrietig, praat erover. Maar mannen die dat nooit hebben geleerd, die gaan schelden, drinken, drugs gebruiken, slaan. Dus zij zijn ook slachtoffers. Helemaal, ik snap je helemaal. Maar echt wel, we kunnen uren doorgaan om hierover te praten. Want het is een spraakmakend onderwerp en ook een gevoelig onderwerp. Maar er moet ook over worden gesproken. Mensen denken altijd, ja, ze komen wel op hun benen terecht. Maar niet altijd komt dat zo. Want vaak genoeg kunnen er ook andere dingen gebeuren als ze weggaan. En elk kind is ook weer anders. Ene kopje laat je vallen, porselein, het valt in 1000 stukken. De andere is gewoon van plastic, het stuitert en je kan eruit drinken. Dus je moet nooit zeggen, waarom ben je niet als je broertje? Waarom ben je niet als je zusje? Of waarom kan jij dat niet? Elk mens, iedereen is weer anders. Helemaal. Mevrouw Likishu, heel hartelijk dank voor de info over Hadassah Opvangcentrum. Ik hoop van harte dat de kijkers van ATV ook mee zullen luisteren. En vooral ook onze regeringsleiders die ook op bezoek waren, dat zij zich ook aan hun woord houden. Ik wens u alle succes toe. Dank u wel, mevrouw Sifra. En ook onze regering, ze staan niet voor een makkelijke taak. Dus ook aan hun heel veel succes. Helemaal, dank u wel. Ja, kijkers, u heeft mevrouw Likishu gehoord. Er kan van alles en nog wat gebeuren, zolang je niet judgmental bent, om het een beetje in het Engels te zeggen. Maar hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u Kala Boetius in gesprek met Winston Adaba over wat hij allemaal heeft gedaan. En in dit tweede deel hebben we een beetje ingezoomd op Hadassah Opvangcentrum en ook Stichting Wijd Mijn Lammeren. Mocht u deze aflevering hebben gemist, Hino, de herhaling is vanavond, ik denk ietsje na 9 op kanaal 12.2. We zijn de volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!